start is gevallen. Paarden zijn weg, beginnen de galoppaden voor Geri Boko. En na de start wordt de leiding genomen door Titanio. Aan de buitenzijde wordt hij gepasseerd door Bastiaan Duchef. Nummer 3 galop. Ook een galoppaarde van de 8 Camisa Negra. Paarden gaan de eerste bocht in. Twee deelnemers in de fout en de andere deelnemers doen het goed. Uitgeschakeld nummer 8 galop. En Bastiaan Duchef die gooit het hoofd naar beneden, maar gaat wel steeds harder en neemt 2 lengte voorsprong. Gaat als eerste de rechte lijn overzijde in. Op de tweede plaats ligt Titanio. Daarachter een paar mispasjes van Giel van Kamstra, maar hij loopt ook gelijk weer. De derde plek is voor Titanio. Vierde plek is dan voor Giel van Kamstra. Vijfde aan de relingzijde ligt dan Dennis Minema met Emerson. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Tempo gaat nu duidelijk ietsje naar beneden. En Bastiaan Duchef leidt. Daar loopt dan vlak achter André Bakker met Emir Frisia. En aan de buitenzijde gaat nu naar voren Titanio. Achter Titanio aan gaat Giel van Kamstra. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Emerton. En daarachter in het tweede spoor ligt Jeroen Offringa in de kleuren van de heer Michiels met Atout du Flier. Ze gaan de paarden de bocht door. Achter Atout du Flier volgt Guus Boldwin. En daarachter nog één deelnemer die probeert de aansluiting ook te pakken te krijgen. En die had een korte galoppade, maar die sluit alweer bijna aan. Dat is Fip Junior. Zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En we hebben nog één ronde te gaan straks. Het veld schuift een beetje in elkaar. Met nog altijd Bastiaan Duchef vooraan. Aan de buitenkant Titanio. Daarachter aan de relingzijde Emir Frisia. En Giel van Kamstra gaat heel makkelijk mee op de rug van Titanio. Dan valt er een klein gaatje. Klein gaatje naar de nummer 9, Emerson. En daarachter volgt dan, en die wordt weer naar de binnenkant gestuurd, Atout du Flier. Zo gaan de paarden de rechterbocht in. Aan de buitenzijde wordt de druk opgevoerd door Titanio, maar aan de binnenkant wordt makkelijk gecounterd door Bastiaan Duchef. Je zou bijna denken dat hij een werkje aan het doen is, Bastiaan Duchef. Zo relaxed loopt hij erbij. En zo gaan de paarden ook de rechte lijn overzijde weer in. Bastiaan Duchef, aan de buitenkant Titanio, daarachter Emir Frisia. Dan Giel van Kamstra en Emerson ligt daar vlak weer achter op plaats 5. En de andere paarden moeten het contact een beetje laten gaan. Binnendoor schuift wel op Guus Boldwin en aan de buitenkant gaat nu naar voren Fip Junior. Fip Junior die gaat nu lekker op toeren komen. En vooraan wordt de gaskraan ook een beetje opengedraaid. En Bastiaan Duchef leidt nog altijd. Bastiaan Duchef, Titanio op plaats 2. Emir Frisia ligt derde. Daarachter Giel van Kamstra, die moet het kopgroepje nu laten gaan. Die ligt vierde. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En nog altijd Bastiaan Duchef vooraan. Bastiaan Duchef, Titanio op plaats 2. Aan de binnenkant krijgt hij nu een aanval van Emir Frisia. Andere paarden zijn geklopt voor plaats 1. Maar misschien kan er voor de plaatsen nog wat. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Titanio wordt naar binnen gestuurd en Bastiaan Duchef heeft nog altijd makkelijk de leiding. Bastiaan Duchef, 1,5-2 lengte voorsprong. Hij heeft nog helemaal niet bewogen, Danny den Dubbelde. Dat doet Bastiaan Duchef zelf wel. Hij loopt steeds verder weg en wint heel makkelijk. Bastiaan Duchef wint hier met 3-4 lengte voorsprong. Titanio gaat naar plaats 2. En de derde plaats daarachter is voor het nummer 4 van Emir Frisia. De vierde plaats van Guus Boldwin.